Leidse clubs in de derde divisie voetbal zou mooi zijn, maar dat is aan de Leidse clubs zelf. Dat is niet aan de politiek. Dus als de Leidse clubs daar naartoe willen werken, dan zou dat natuurlijk mooi zijn. We zouden dat kunnen ondersteunen, maar het is voornamelijk aan de Leidse clubs zelf. Ja, het CDA is erg voor de breedte sport en voor het ondersteunen van verenigingen. Kunstgrasvelden horen daarbij. Het is breedte sport. Veel kinderen en veel senioren kunnen dan veel sporten. Dus daar zouden we zeer voor zijn. Daar moeten we in investeren. In het Leidse voetbal, maar zeker ook bij de hockey en bij de rugby. Dus meer kunstgras wat het CDA betreft. Ook dat is weer niet aan de politiek. Zolang voetbalverenigingen zichzelf kunnen bedruipen, geen schulden hebben bij de gemeente, een vitaal aantal leden hebben, genoeg vrijwilligers, wie zijn wij dan om hen te blokkeren? Wel is het zo dat veel Leidse voetbalverenigingen dat niet voor elkaar krijgen, nou ja, dan zou het kunnen zijn dat ze moeten fuseren. Maar dat willen wij dan graag van onderop, moeten ze zelf het initiatief toenemen. Wederom niet direct een taak van de politiek. Zeker. Het CDA is zeer voor het investeren in voetbal. Met name in het investeren in de accommodaties. De accommodaties blijven toch wel achterin Leiden. Naast dat het CDA wil investeren in kunstgrasvelden, willen we dus ook investeren in kleedkamers en tribunes. Omheiningen, zodat de veiligheid ook gegarandeerd is. Dus ja, het CDA wil de volgende periode volop investeren, ook in het voetbal. De echte Leidse sportliefhebber stemt CDA, omdat het CDA een partij is van de mensen, van de vrijwilligers en van de sporters. Wij willen investeren in kunstgras, in accommodatie, in het voetbal, in het topsporthal. Maar met name in mensen onderling. Sport verbindt, sport is goed voor je. Dus als je een echte sportieve leider bent, stem je op het CDA.